De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, beter bekend als de NAVO, viert zijn 70ste verjaardag. Het bondgenootschap werd in april 1949 opgezet door Noord-Amerika en Europa. Het doel was tweeledig. Het door de oorlog verscheurde Europa stabiel houden en militair tegenwicht kunnen bieden aan de Sovjet-Unie. Na de val van het communisme in Oost-Europa ging de focus naar terrorisme. Maar ook het thema Rusland verdween niet. Anno 2019 staat de NAVO onder druk. In 2014 spraken de NAVO-lidstaten af om uiterlijk in 2024 2% van het bruto binnenlands product aan defensie te besteden. De VS geeft verreweg het meest uit, terwijl andere lidstaten achterblijven. En dat frustreert de Amerikaanse president Donald Trump. NATO-members must finally contribute their fair share and meet their financial obligations. En daar heeft hij natuurlijk het volkomen terecht punt te pakken. Waarbij hij overigens erop kan wijzen dat sinds zijn aantreden als president de snelheid waarmee de uitgaven toenemen ook omhoog gaat. Maar hij heeft wel een punt. Ja, hij heeft wel een punt. Als wij ook serieus onze verdediging serieus vinden en onze verdediging serieus willen nemen, dan moeten we daar ook wel geld aan uitgeven. En wij zijn echt wel underachievers. Enerzijds is 2% belangrijk als solidariteitsbericht richting de bondgenoten. Maar binnen die 2% zul je ook, en wij hanteren daar meestal zo'n 20%, moet je gaan investeren. Zorgen dat je vernieuwt, dat je niet met heel veel oude spullen bent. De VS, maar ook NAVO-chef Stoltenberg, uiten hun zorgen over het militair en technisch oprukkende China. De vrees zit hem vooral in het van spionage beschuldigde Huawei, dat groot marktaandeel heeft in het nieuwe mobiele netwerk 5G. Als wij alles in handen geven van de Chinezen, is niet alleen dat zij straks misschien kunnen meeluisteren, maar nog belangrijk is, zij zetten straks ook de standaard voor 5G. En als de Chinezen de standaard zetten, kunnen ze ook alle patenten bepalen. Dat is een grote uitdaging, dat is niet per se een NATO-uitdaging, maar wel een geopolitieke uitdaging waar we misschien als gelijkgestemde landen binnen de NAVO iets tegen kunnen doen. Artikel 5 van de NAVO, ofwel één aanval op één lidstaat is een aanval op alle lidstaten, is sinds 2014 ook van toepassing in het cyberdomein. Dan is er nog de dreigende opzegging van het INF-verdrag. De afspraak uit 1987 tussen de VS en de Sovjet-Unie om geen nucleaire middellange afstandsraketten meer te produceren. Volgens de VS en de NAVO houden de Russen zich niet meer aan die afspraak. En de Russen houden zich er niet aan omdat zij vanuit het zuiden ook de dreiging voelen vanuit China, die een kernwapenland is en die ook dat soort raketten heeft. Dus inderdaad, zou je een nieuw INF-akkoord willen opzetten, dan moet je daar wel alle landen in meenemen die over die wapens beschikken of over kunnen beschikken binnen de kortste tijd. Een ander belangrijk thema rond Rusland, de aanleg van de Nord Stream 2, ofwel de nieuwe pijpleiding die de Russische gasvelden via Duitsland verbindt met het Europese gasnet. Dit soort miljoenendeals zijn slecht voor de positie van de NAVO, vindt president Trump. En dat maakt hij op zijn Trumpiaans duidelijk aan de NAVO-chef Stoltenberg. You're supposed to be guarding against Russia and Germany goes out and pays billions and billions of dollars a year to Russia. So we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting all of these countries. And then numerous of the countries go out and make a pipeline deal with Russia. In de huidige geopolitiek zien we dat Rusland agressiever wordt, assertiever wordt. We hebben natuurlijk in 2008 Georgië gehad, in 2014 de Krim. De Russen zijn nog steeds in Georgië, daarom kunnen die bijvoorbeeld ook geen lid worden van de NAVO. Je ziet gewoon dat Rusland zich enerzijds inmengt in Europese affaires, maar anderzijds sponsoren ze ook weer door hun gas af te nemen. Aan de andere kant, dat is in ieder geval een platform om met de Russen in overleg te blijven en om ze ook ergens aan ons te binden. Want uiteindelijk schieten ze er zelf ook niets meer op als ze hun gas niet kwijt kunnen aan ons en we zijn een goede en betrouwbare betaler. Maar vanuit de powerpolitiek gezien kan ik me voorstellen dat de Amerikanen er zo over nadenken. En dat is heel begrijpelijk. Thank you.